Ja, Mathieu van der Poel, Julien Alaphilippe, Casper Asgreen, Jasper Stuyven, Greg van Avermaat en natuurlijk ook Wout van Aert. Dat waren vooraf de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Een ronde die in de eerste uren een beetje gezapig verliep, met een kopgroep van 7 die op een bepaald moment meer dan 13 minuten voorsprong had. Er was ook wat controverse. Otto Vergaarde en Yevgeny Fyodorov deelden wat kwakjes uit aan elkaar en werden uit koers gehaald. Dit haantjesgedrag werd daarna wel knap gecounterd door een mooi moment. Greg van Avermaat die even stopt voor vrouw en kroost. Even verpozen, schattig. Om dan op de Molenberg de koers eindelijk te zien losbarsten. En dan gaat er hier doorgepeerd worden. Oh la 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 la. Dit gaat toch al wel bij bepaalde lieden voor gevoelens zorgen. Van ai, 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 ai. Zou het wel voor vandaag zijn? De eerste grote naam die al snel weet dat het niet voor vandaag zal zijn, is ex-wereldkampioen Mats Pedersen. Hij moet met nog zo'n 100 kilometer te gaan lossen. De favorieten zitten allemaal goed vooraan. Uiteraard Wout van Aert, wereldkampioen Julien Alaphilippe en ook de winnaar van vorig jaar, Mathieu van der Poel, maakte een zwakke beurt in dwars door Vlaanderen. Maar hij is op de afspraak. Van der Poel ziet er nog altijd kloek uit. Wat rijden die mannen van Felix Alpecin vaak vooraan? In de aanloop naar de tweede keer Oude Quaremond neemt de nervositeit in het peloton toe. Oei, oei, het halve peloton staat geparkeerd. Van der Poel verliest 2 pionnetjes. Ook onder andere Alaphilippe en Asgreen zijn bij de val betrokken. Maar de mannen van Patrick Lefevre kunnen wel tijdig aansluiten voor de Quaremond. Daar gaat Lampard. Dat is vers, hè. En hoe snel rijdt die? En Alaphilippe ook mee. Alaphilippe ook mee. En wat doen we dan? En Van der Poel die mee inschuift? Van der Poel toont zich. Hij en Asgreen nemen na de beklimming een paar lengtes. Van Aert moet het gat dichten en doet dat ook. Maar op de Paterberg geeft Van der Poel er opnieuw een lap op. Versnelling van Van der Poel en Asgreen. Wat is die echt dik in nog? Die is echt goed, hè? Van Aert heeft daar toch wel wat moeite gehad. Ja, dat is al voor de tweede of de derde keer dat ze hem onder druk zetten, hè? Maar het komt wel opnieuw samen. Op de Koppenberg, dat is op 45 kilometer van de streep, is het aan de wereldkampioen. Hij raapt de laatste vluchter op en zet fors door. Schitterende cadans van de wereldkampioen van de Poel briest nog altijd. Van Aert met wat krampachtigheid is mijn indruk. Maar hij is wel mee. En na de volgende hindernis, de Taienberg, ontstaat een fraaie kopgroep van 6. Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, Asgreen, Teuns en Haller. De Deense kampioen Casper Asgreen, dat is een echte hardrijder. Dat weten we nog van zijn straffe solo in de E3. Als hij gaat, moet je mee zijn. Hij is er mee weg. En Van Aert heeft dat begrepen. En Van der Poel ook. Fantastische finale. Ja. Dat andermaal. Met dit mooie drietal rijden we de laatste keer naar het duo Oude Quaremond-Paterberg. Eerst dus de Quaremond. Van der Poel met de versnelling. En heeft Van Aert daar nog een reactie op? Van der Poel knalt ervan weg. Van der Poel wil alleen de Ronde van Vlaanderen winnen. Asgreen laat ook Van Aert achter. Dat was geen gezichtsbedrog dus op de Koppenberg. Oei, 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 oei. Dat is een sprintversnelling. Komt niet eens van zijn zadel, maar Van der Poel rukt zich los. Van der Poel is 20 meter van een buigende Asgreen verwijderd. Maar de Deen Asgreen is bijzonder taai en plooit niet. Hij komt terug. Van Aert probeert dat ook. Maar hij moet wel 10 seconden goedmaken. En daar is de Paterberg al. Van der Poel en Asgreen rijden zij aan zij naar boven. Wout van Aert komt geen meter dichter. Hij wordt nog opgeslokt door de achtervolgers en zal zesde worden. En dus gaan deze twee in Oudenaarde sprinten voor de zege. En dan kan Van der Poel eigenlijk niet verliezen. Zelfde situatie als vorig jaar. Andere trabant. Op papier makkelijkere tegenstand. Nog 200 meter. En daar is de opvang. Daar is de opvang. En Asgreen komt godverdorie goed voor de pinnen. Maar Van der Poel gaat toch weer wat afstand nemen. En Van der Poel trekt door. Het is bijna zoals vorig jaar. Het is Asgreen. Het is Asgreen die Jan Doris onder van Vlaanderen weet. Hoe is dat mogelijk? De felicitaties van de winnaar van vorig jaar voor die van dit jaar. Casper Asgreen wint Vlaanderen's mooiste. Van der Poel en Van Avermaat staan mee op het podium. I felt good in the last kilometer still, so I decided to try and trust my sprint. It was a really really hard race. We were both on the limit and it was a question of the margins at the end. Ja, Casper Asgreen op 1. Mathieu van der Poel schiet net naast doel. En Greg van Avermaat neemt de maat
van Jasper Stuyven. Veel Belgen trouwens in de top 10 met Van Marke als vijfde. Van Aert is zesde. Gianni Vermeers reed ook weer een berenkoers, maar had die zevende plaats maar wat graag ingeruild voor een zege van zijn kopman Van der Poel. Maar het mocht niet zijn. Michel Wuits, goeie avond. Kasper Asgreen was gewoon de beste en pakt een monument. Michel, die Asgreen, voor wielerliefhebbers is dat al jaren een diamant. Maar schat hem eens in, met wie hebben we hier te maken? Volgens mij is die Deen een goede renner, maar die is vooral op de wereld gezet met een helpershoofd. En die ontdekt nu dat hij meer kan, dat hij ook een kopman kan zijn. Op voorwaarde dat het een ploeg is met een meer kopmannen systeem. Wat hij vandaag doet is immens. Hij doet de strijd ontbranden op de Molenberg met een eerste aanval. En die strijd gaat niet meer luwen. Hij valt, hij komt nagenoeg eens een eentje terug. Pikt dan in op het ploegenspel en rekent dan af wat niemand verwacht in een sprint met Van der Poel. Ook ik had dit niet verwacht. Vergeet niet... Hij is niet aan zijn proefstuk toe. Hij won de voorbije dagen ook al de E3 Saxo Bank Classic. Dus hele goede renner. En dus ook niet gewacht maken van een anticlimax. Het is niet zo dat we hier met een Bettiol te maken hebben. Die won de Ronde van Vlaanderen, maar wacht nog altijd op een bevestiging. Ik vind dat Asgreen al uitvoerig bevestigd heeft dat hij een topper in wording is. Nee, hij is het nu al. Absoluut. Vorig jaar nog kunnen na die solo. Michel, hij klopt hier natuurlijk wel Van Aert en Van der Poel. Twee van de zogenaamde grote drie, zoals ze wel eens zeggen. Dat is heel straf. Al zeg jij, die mannen, Van der Poel en Van Aert, zitten wel al erg lang op een hoog niveau. Ja, dat is zo. En we verwachten dat ook. En we verwachten nog meer. Ook zij verwachten dat. Dat is dat ze overal meespelen. Niet alleen dat, maar ook nog winnen. En dat niet alleen dit seizoen, maar ook vorig seizoen. En vorig jaar was er een verplaatsing. Door COVID was er een verplaatsing van de kalender naar juli. Met op 1 augustus de Strade Bianche. En dan dat hele arsenaal waar Van Aert en Van der Poel een stinkende best deden om overal te winnen. Ze zijn ermee gestopt in de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober. En ze waren dan eind november al terug actief om alweer te winnen in het veld. Dan wordt die basis om herop te bouwen zeer smal. En dan krijg je na alweer een nieuw seizoen en alweer volle bak gaan voor winst toch wel af en toe een terugval. En die was vandaag markant bij Van Aert meer dan bij Van der Poel. Want wat scheelt er uiteindelijk bij Van der Poel? Maar toch, met een bredere basis denk ik dat Van der Poel toch altijd wint vandaag. Oké, Michel, dankjewel. Veilig thuis. Wij gaan hier verder kijken naar een reactie van Mathieu van der Poel. Ja, ik ben uiteraard ontzettend ontgoocheld. Ik had heel graag mezelf opgevolgd, maar anderzijds kan ik me er wel bij neerleggen omdat ik gewoon op waarde word geklopt door iemand die sterker is. De sprint naar 260 kilometer is niet hetzelfde als naar 200. En, ik voelde dat bij mij gewoon echt al op de limiet was. Ik had onderweg ook al gevoeld dat hij enorm sterk was. Ook op de klimmen was hij degene die eigenlijk het makkelijkste op al mijn aanvallen een antwoord had, had ik de indruk. Dus ik denk dat hij zeker wel een verdiende winnaar is. En ja, er zat bij mij gewoon niks meer op in die Maar op de Oude Quaremond, laatste keer, rijdt er wel van weg. Hij keert nog terug in het tussenstuk naar de Pater. Misschien ook omdat jij denkt van het is beter om hem mee te hebben dan hem bij Wout van Aert te laten. Want dan zijn ze met twee om te achtervolgen. Ja, sowieso die kassei-klimmen liggen me gewoon heel goed. Dat is iets wat ik heel goed kan. Dat is ook vanuit het zadel meestal. Maar we hadden al vrij snel met elkaar... we hadden al vrij snel door dat we elkaar nodig hadden om tot de finish te rijden. En hij heeft ook nooit een punt gemaakt om samen tot de finish te rijden. Wat ook al aangeeft dat hij ook vertrouwen heeft in zijn sprint natuurlijk. Want als hij zich niet goed voelt, gaat hij niet met mij naar de meet rijden. Ik gun het hem wel, want tenminste niemand die durft doorrijden tot op de meet. En mee koers maken, en dat heb ik graag. Mooi beeld. Het was opvallend daarnet toen we de uitslag erbij haalden. Vijf Belgen dus in de top 10. Ons landje goed vertegenwoordigd, alleen wel op het tweede plan, niet op de voorgrond. Vooral Wout van Aert had op meer gehoopt, maar hij was, zoals we van hem gewoon zijn, doodeerlijk na afloop. Ja, gewoon niet goed genoeg, eraf gereden. Ik voelde wel vanaf de tweede keer Quaremont al dat ik geen overschot had. En, ik ben dan blijven vechten om mee te zijn, maar op laatste was het op.
Wat dacht je na de laatste keer, Oude Quaremont? Ik ga er toch nog naartoe kunnen rijden, naar die twee vooraan? Ik dacht, als ik maar zo snel mogelijk binnen ben, want dat was niet meer van harte. De Paterberg was echt strompelen en dan probeerde ik eerst nog voor die groep te blijven, maar dat was, kon niet meer. En ik mij liet uitzakken en dan kon ik een beetje herstellen, maar in de finale, ik was niet goed om te winnen. Ik denk dat ik zeker niet bij de betere was, zeker niet bij de beste drie. Maar door mijn ervaring een beetje en de parcours kennende, wist ik wel, als ik in die achtervolgende groep kost blijven. En daar kreeg iemand een klopje dat ik eventueel voor een podium kost rijden. En ik denk op de laatste drie kilometer demarreer ik op het perfecte moment, samen met Jasper. En dan ben ik super content dat ik nog eens op het podium sta van de ronde. Het zat er niet, mee, het zat niet meer in. Goh ja, ik had eigenlijk niet zo'n super gevoel vandaag. Dus ik denk dat ik... tevreden moet zijn met wat ik behaal. En het was duidelijk, hè, die jongens reden op denk ik elke beklimming altijd wel weg. Dus dan weet je dat ze op een bepaald moment ook gaan wegblijven. Ben je nu heel ontgoocheld? Ja, nee. Er zat gewoon niet meer in. Ik heb er alles uitgehaald, dus daarover ben ik niet ontgoocheld. Ik had gehoopt op een beter gevoel. En ik heb geen steken laten vallen, maar gewoon niet goed genoeg. Dus ja, dat is wel jammer. Wout van Aert moest de Ronde van Vlaanderen vanuit zijn luie zetel volgen. We weten niet of hij dat gedaan heeft. Maar ook zonder Van Aert zou het een fantastische koers worden. Met veel schaduwfavorieten. Een tweevoudig toerwinnaar die indrukwekkend tekeer ging op de Quaremont. En een bloedstollende finale met een geweldige ontknoping. De ronde begint niet prettig voor Tadej Pogacar. Net voor hij in Sint-Niklaas de grootste markt van België kan bewonderen, gaat de toerwinnaar onderuit. Veel averij loopt hij niet op, want op de jagerij, op ruim 100 kilometer van de aankomst, wordt hij al naar de voorste regionen van het peloton gepiloteerd. Naarmate de wedstrijd vordert, begint Pogacar meer en meer van de ronde te houden, want op de Oude Quaremont gaat hij als een wilde man tekeer. Je moet dat zien. Kijk eens hier. Je moet dat zien. Alsjeblieft. Pogacar met een enorme versnelling op de Oude Quaremont. De Quaremont is nochtans gecatalogeerd als beklimming. Behalve voor fenomeen Tadej Pogacar blijkbaar. Zijn kaarten liggen op tafel. Mathieu van der Poel verzet hemel en aarde om aan te sluiten. Op de Koppenberg schudt Pogacar opnieuw aan de boom. De meeste andere favorieten wankelen. Enkel Mathieu van der Poel wijkt niet. Hij durft een duel aan. We krijgen 5 koplopers. Want van der Poel en Pogacar worden vergezeld door 3 verrassende namen. Fred Wright, Valentin Madouas en Dylan van Baarle. De 3 mogen aanklampen tot ze voor de laatste keer over de Quaremont snellen. Daarna willen de 2 grootheden het liever onder elkaar uitvechten. En of Pogacar de Ronde van Vlaanderen kan winnen ooit? Het zou kunnen vandaag al zijn. In de laatste kilometer wordt gepokerd. Van der Poel en Pogacar kijken elkaar het wit uit de ogen. Ik durf niet zeggen wie er gaat winnen. Echt niet. En al zeker niet, omdat uit de achtergrond Madouas en Van Baarle terugkeren, net als de sprint begint. Ze komen aansluiten. Madouas en Van Baarle komen aansluiten. Maar nu gaat Van der Poel aan. Nog even temporiseren. Moet van ver aangaan door de druk van achteruit. Van der Poel valt stil. Madouas of Van Baarle? Gaat Madouas hier de Ronde van Vlaanderen winnen? Of toch maar Van der Poel? Van der Poel op weg naar een tweede. Van der Poel moet nog even volhouden. Hij is bijna op de streep. En Van der Poel gaat voor de dubbel. En Pogacar, Mr. Cool, heeft zich laten verrassen op die manier. Mathieu van der Poel wint voor de 2e keer Vlaanderens mooiste. De ronde begon niet prettig voor Tadej Pogacar en ze eindigt ook niet prettig. Maar wel voor Mathieu van der Poel, die naast grootheden komt als Merckx, Raas, Godefroot, Van Looy, Van Steenbergen, Schotten, allemaal mannen die de Ronde van Vlaanderen 2 keer hebben gewonnen. Onder meer, want er zijn er nog wel een aantal. Voor het 3e jaar op rij werd het een tweestrijd. Vorig jaar verraste Casper Asgreen van der Poel nog. Nu speelde hij het heel erg cool. In Milaan-San Remo maakte hij vroeger dan voorzien zijn comeback in het peloton. 15 dagen later wint hij de Ronde van Vlaanderen. Dat is hele straffe kost. Wat een gepoker in die slotfase. Vertel eens,
Want ja, jij wachtte en Tadej wou niet meer. En toen? Ja, en toen kwamen ze ineens heel snel van achteruit eigenlijk. Dus ben ik maar ja, mijn sprint zelf aangegaan. Maar ik, het was vooral Quaremont en Pater. Tadej echt, echt heel, heel snel naar boven reed. Waar ik ja, eigenlijk op punt van lossen stond. Vooral op de Pater eigenlijk. En dan daarna was het tot de finish. Ik heb die situatie nu al 3 jaar op rij gehad. Dus je weet ongeveer wel wat je moet doen. Maar ik was een beetje verrast omdat ik eigenlijk alleen met Tadej bezig was. En niet meer met die twee anderen. En die kwamen ineens met heel veel snelheid van achteruit. Dus moest ik wel beginnen sprinten. Ja, ik zag dat je na de Pater even moest bekomen. Hè? Maar toen had je toch kilometers genoeg. En die afdaling ook om weer op je effen te komen? Jawel, maar ik... Ik denk niet dat ik ooit al zo verzuurd bovenop de Pater ben gekomen. Ik stond echt op het randje van lossen. Maar ik wist dat ik me daarover moest hijsen. En dan heb je altijd nog een stukje om te bekomen tot de finish. Maar het heeft toch enorm veel zeer gedaan. Maar voor die sprint heb ik me eigenlijk nog eens opgepept. Ik heb er heel hard voor gewerkt. En ik heb nog eens alles op alles gezet voor te winnen. Ik ben ongelooflijk blij dat lukt. Het is alweer een onwaarschijnlijk stukje Van der Poel dat we gezien hebben. Twee ex-tourwinnaars slaagden erin om de Ronde van Vlaanderen te winnen. De ene is Louison Bobet in 1955. De andere heet Eddy. De familienaam mag u zelf invullen. Die deed dat in 69 en 75. Bijna was daar dus een derde bijgekomen. Tadej Pogacar was de figuur van deze Ronde van Vlaanderen, maar strandde naast het podium. Zijn reactie en die van de twee opvallendste Belgen in de koers, Dylan Teuns en Thijs Benoot. It was all in all a great experience. It was really an amazing race. We lit it up in the end with Matthew. We went alone, and it was the atmosphere on the climb. It was just incredible. You seemed very disappointed when you crossed the line. In the moment I was really disappointed because I couldn't do my sprint. I was boxed in, but yeah, that's cycling sometimes. I was not even really mad about to anyone. It seemed maybe like this, but I was frustrated with myself. Dylan, proficiat met die zesde plaats. Heb je jezelf een beetje verrast? Goh, verrast, ja. Min of meer toch wel. Maar ik had echt goede benen. En ik ben ontgoocheld in mezelf dat ik niet mee ben op de Koppenberg. Hadden jullie gedacht van op een gegeven moment komen we wel helemaal terug? Ik had dat stiekem gehoopt. Ja, toch zeker op Madouas en die anderen. Ik zette de sprint in op 500 meter, denk ik. Gewoon om te hopen dat ik toch nog op het wiel ging komen. Maar het was te vergeefs. Wout hebben we wel gemist, denk ik. Dat was eerlijk. Maar Christophe valde ook. Dus het was niet de perfecte wedstrijd voor ons. Ik liep wel vast in mijn rug ook. Dus geen superdag. Maar we wisten dat het moest meezitten voor ons. Het zat niet 100% mee, denk ik. Goedenavond. De 107e editie van de Ronde van Vlaanderen kondigde zich aan als een topeditie. Pogacar, Van Aert en Van der Poel, alle drie waren ze klaar voor deze klassieker. Alle drie hadden ze deze zondag met rood in de agenda aangestipt. Spektakel en drama verzekerd dus, zo leek het en zo was het ook. Alleen hadden weinigen gedacht dat het spel zo vroeg al op de wagen zou zitten. Chris Picavet. Er is meer dan de motor van een 2PK'tje nodig om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Maar het moet ook meezitten. In aanloop naar de eerste beklimming van de Quaremont kiepert de onbezonnen Paul Maciejczuk een half peloton onderuit. Ja, dat is echt gekke werk. Allee, man. Tim Wellens moet naar het ziekenhuis met een sleutelbeenbreuk. Ook Wout van Aert is erbij betrokken, maar hij komt met de schrik vrij. Door zijn onbezonnen inschattingsfout wordt de Paul uit koers gezet. Het is niet de enige verschrikkelijke val. Binyam Girmay, de winnaar van Gent-Wevelgem vorig jaar, gaat stevig tegen de grond. Ai. God, jongens. De ronde lijkt behekst, maar wat daarna volgt is een ongezien mooie en straffe koers.
Twee Denen, ex-wereldkampioen Pedersen en ex-rondewinnaar Asgreen, nemen een strafgroepje outsiders op sleeptouw. De voorsprong loopt op tot 3 minuten. Hoog tijd voor Pogacar om een eerste keer uit zijn sloffen te schieten. Wat een inspanning van deze Sloveen. Tweevoudig toerwinnaar, vorig jaar vierde in de ronde en had ze al eens kunnen winnen. Op de oude Quaremont rijdt hij zonder pardon iedereen uit het wiel. Laporte, Van Aert, Van der Poel en Pidcock proberen de achterstand beperkt te houden op de ontketende Pogacar. Pas aan de voet van de Koppenberg keren ze samen met een deel gelosten uit de kopgroep met vereende krachten terug tot bij Pogacar. De kopgroep heeft wel nog altijd een mooie voorsprong. Asgreen rijdt een sterke koers. Iedereen begint te twijfelen of de grote drie nog wel vooraan zullen geraken. Maar Pogacar is nog maar net begonnen aan zijn ronde. Vrijdag moest hij nog te voet op de Koppenberg. Vandaag voelt hij de stenen zelfs niet. Van Aert en Van der Poel geven voorlopig geen krimp. De beren zijn los. Het is fenomenaal, hè? Voorin beseft Mats Pedersen dat hij niet meer mag wachten. Op kouse voeten sluipt hij weg op de Kruisberg. En die berg wordt het kruis voor Wout van Aert als Mathieu van der Poel demareert. Ook Pogacar heeft het moeilijk om aan het wiel van Van der Poel te geraken. Maar Wout van Aert ziet zijn twee concurrenten verder wegrijden. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel hebben er alle belang bij om Wout van Aert voorgoed achter te laten. Van Aert ziet de kloof meter voor meter vergroten. We zitten hier een beetje in niemandsland. Een vervelende situatie. En een situatie die hij niet meer kan rechtzetten. Want de derde en laatste beklimming van de oude Quaremont komt eraan. En de machine Pogacar zet van beide voet iedereen op zijn nummer. Bovenop de Quaremont sluit Pogacar aan bij koploper Pedersen. Van der Poel hoopt nog terug te keren. Maar een paar honderd meter verder is het verhaal van deze ronde geschreven. Niks aan te doen. Op dit verhaal? Allee, niks aan te doen toch? Hoewel Van der Poel als een bezetene rijdt om Pogacar bij te halen, lukt het niet. Op de Paterberg is de voorsprong van de Sloveen net groot genoeg om in zijn eentje naar Oudenaarde te rijden. De grootste motor wint de ronde. Hij komt in een illuster rijtje. Met drie zijn ze die de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Frankrijk wonnen. Louis-Saint Bobet, Eddy Merckx en nu ook Tadej Pogacar. Tadej Pogacar rijdt solo over de streep van de 107e Ronde van Vlaanderen en is de grote winnaar van de dag. En wat een mooie winnaar. Bravo man, grote, grote, grote klasse. Op het podium wordt Pogacar geflankeerd door nummer 2 Mathieu van der Poel en nummer 3 Mats Pedersen. Wout van Aert valt net naast het podium. Ja, op zijn 21ste de Ronde van Frankrijk, op zijn 24ste de Ronde van Vlaanderen en Luik en Lombardije daar netjes tussen gesandwiched. Tadej Pogacar heeft vanmiddag zijn naam tussen de allergrootste gezet. Het was amazing. Amazing teamwork today was the day I will never forget. I knew that solo I need to go on Quaremont the last time, and I just gave it all. I almost cracked on Pater back then, but I knew that it's gonna be tough, but it was the only way to go to the finish. Two other tour winners have won the Tour of Flanders in the past, French guy Louis-Saint Bobet and Eddy Merckx. What does this victory mean for you as a double Tour de France winner? Yeah, it's. I can say that I can retire after today and I will be proud of my career. So, there's two more left. Yeah, but we saw in San Remo is the most difficult win. I think I need to gain a few kilos for Roubaix and then we see. And I need to toughen my hands for the cobbles, but maybe in the future, yeah. If you don't win the Tour de France this year, is the season already a success? I think yes. As we promised. Oh, now no. We have for later. Ja, Christophe van der Goor, goeie avond. Tadej Pogacar kan het allemaal. De beste man in koers en de beste renner ter wereld heeft gewonnen. Mogen we dat zo simpel zeggen?
Zo simpel is het eigenlijk. Hè. Als, er, kijk, als je de torenhoge favoriet bent en je wint op de manier die je vooraf had gewild, namelijk solo, en dan ook nog eens in een man-tegen-man gevecht tegen Van der Poel de beste bent, dan kan niemand daar iets op afdingen. Kijk, het begon allemaal al op een goede 50 kilometer van de streep tijdens de tweede beklimming van de Oude Quaremont. Hè. Daar gaat hij een eerste keer. Laat dan zachtjes aan Wout van Aert, Mathieu van der Poel en co, Laporte en Pitcock nog terugkomen. Maar toen wist de tegenstand al, oei, wij hebben mentaal één puntje achterstand. Speelt dat heel goed, Pogacar. Ze voelen dat dan ook op die Koppenberg. Dat hij, dat de Sloveen, de beste man is bergop. Dat was al een tweede extra punt dat hij mentaal in het voordeel was. En dan komt die beslissende aanval tijdens de tweede Quaremont-beklimming. Ja, dat is een van de meest indrukwekkende dingen die we ooit gezien hebben. Hè. Met zo'n kracht, zo'n snelheid, zo'n power. Mes Pedersen, nogthans een ex-wereldkampioen, wist amper wat hem daar overkwam. Zo snel ging hij daar voorbij. En ja, in die finale houdt hij dan ook nog een stand tegen Van der Poel. Bijzonder knap. En als je dan weet dat een Tadej Pogacar amper parcourskennis heeft, hè, bij zijn tweede deelname. En het lijkt alsof hij hier gewoon aan het rondfietsen is in die Vlaamse Ardennen als in een speeltuin. En zo net hebben we het ook al gehoord in dat verslag. We wisten wat hij kon in de Ronde van Frankrijk. Maar nu is hij ook een palmares aan het uitbouwen in het klassieke werk, om u tegen te zeggen. Want inderdaad nog maar de derde renner die in zijn carrière en een Ronde van Frankrijk en de Ronde van Vlaanderen kon winnen. Twee dingen die totaal verschillend zijn in het wielrennen. En dat zegt voldoende. Ja, dat zegt inderdaad voldoende. Christophe, vooraf was er veel te doen over de grote drie. Mathieu van der Poel werd tweede, Wout van Aert uiteindelijk vierde. Wat maak je van hun koers eigenlijk? Laat me beginnen bij Mathieu van der Poel. Die eerste koershelft begint niet ideaal voor hem. Hè. Tot twee keer toe in een waaiertje achterop geraakt. Ze moet dan een paar ploegmaats opsoeperen. Of hem dat dan in de finale uiteindelijk een tikkeltje energie kost, dat kunnen we niet goed inschatten. Dat weet alleen hij. Maar herpakt zich dan heel goed. Hè. De manier waarop hij op de Taienberg na dat schakelmomentje terug meteen in dat wiel zet van Van Aert en Pogacar was indrukwekkend. Hij demareert ook op een vrij verrassende plaats, namelijk op de Kruisberg in Ronsen. Probeert op die manier Pogacar en Van Aert voor te zijn. Dat kost de kop ook aan Wout van Aert. Helaas voor Van der Poel, niet aan Tadej Pogacar. Wat Wout van Aert betreft was ook betrokken in die massale valpartij. Achteraf verklaart hij wel daar niet zoveel last van gehad te hebben. Maar toch, kijk, nog één ding. In Harelbeke is hij niet de beste man bergop, maar wint wel. Vandaag in een koers, Aster, van meer dan 6,5 uur, 270 kilometer, ligt dat niet. En als je kijkt naar die uitslag, dat geldt ook voor Wout van Aert. Iedereen eindigt daar op zijn plaats waar hij eigenlijk het waard is. We gaan eens even kijken en luisteren naar de reacties van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Uiteraard een heel klein beetje teleurgesteld, maar dat valt wel mee omdat ik het wel kan plaatsen. Ik denk dat Tadej vandaag gewoon te sterk was. Nochtans, op een bepaald moment maak je die kloof kleiner en dan kom je op 12 seconden boven op de Paterberg. Ja, ik had vooral op de Quaremont had ik niet echt een antwoord. En, dan is dat jammer natuurlijk, maar ik denk dat dit voor mij persoonlijk een van mijn beste rondes was die ik tot nu toe heb gereden. Ook na de Paterberg tot de finish ben ik niet onder de 400 watt geweest, maar kwam niet dichter. Dus dan word je verdiend tweede en dan is dat ook makkelijker te plaatsen. Ja, ik ben natuurlijk teleurgesteld. Hè. Ik kwam naar hier voor te winnen. En mocht niet zijn. Voor mij was de overwinning, die verloor ik al op de Kruisberg, denk ik. Als ik daar niet mee kon, dan zag ik er ook niet echt naar uit dat ik op de Quaremont wel mee zou kunnen. Dus in die finale moest ik mijn meerdere herkennen, maar we hebben ook nog geprobeerd het maximum eruit te halen. En ik vind het vooral jammer voor de ploeg en voor de jongens dat ik het podium mis, want dat hadden we op zijn minst verdiend. Al dus Wout van Aert. Volgende week is er gelukkig al Parijs voorbij. Dus een kans voor revanche. Een nieuwe kans dient zich gelukkig snel aan in deze periode. Maar ik kan me wel voorstellen dat er plots flink wat druk op zit, ook voor hem.
Ja, dat is waar. Al moet de buitenwereld dat niet nog eens extra benadrukken. Ik herinner mij zeer goed de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma tijdens de winter. Van Aert en zijn team zelf weten heel goed, hebben het vaak zelf gezegd, de grote twee doelen zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Anderzijds, laat ons niet vergeten, het is wel een heel speciale week ook voor hem geweest. Hè? Glorie in Haarlembeke, iets wat geprikkeld, ik moet juist niks. Dan Gent-Wevelgem, heel veel over te doen geweest. En nu vandaag die Ronde van Vlaanderen verwerken. Dat is toch wel een rollercoaster aan emoties. Daar ga je niet zomaar aan voorbij. Anderzijds, we hebben vorig jaar gezien, geen Ronde van Vlaanderen gereden wegens COVID. Een week later wordt hij tweede in Parijs-Roubaix. Dus die wedstrijd die ligt hem geweldig. Geen hellingen, pure koers op kracht, op power. Ja, dat schrijf hem ongetwijfeld maar op voor volgende week, hè. Zondag stond dit jaar in het teken van de Ronde van Vlaanderen. Editie 108 was het al, een onthoofde editie. Zonder Wout van Aert en Jasper Stuyven, dat weten we ondertussen. Maar dat maakte de wielerpret er uiteindelijk niet minder om. Het is Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen, die het peloton om 10 uur op gang schiet. Op dat moment is er nog een mooi lentezonnetje. En na de parade door de stad trekken de renners richting de andere kant van de Schelde voor de officiële start. Ze moeten door de Waaslandtunnel. En bij het uitkomen van de konijnenpijp duikt ook de paashaas op. Die kan uiteraard niet ontbreken op Pasen. Terwijl het publiek Wout van Aert nog een hart onder de riem steekt, kiezen 8 renners voor de vroege vlucht. Daarbij ook 3 landgenoten, Bert van Lerbergen, Jelle Vermoten en Lionel Tamignot. Het peloton laat begaan, de maximumvoorsprong is maar 4 minuten. En dan op 112 kilometer van de finish beginnen de favorieten daarachter vol te koersen. Jurgensen nu met de versnelling. Gaat hij doortrekken? Wie krijgt hij mee? Hij krijgt de ploegmaats van Mathieu van der Poel mee, zij controleren. Maar de andere favorieten laten het daar niet bij. Pedersen. Je meent het niet. Het zijn de grote mannen die beginnen koersen, José. Je meent het niet. Koers. Pedersen lag woensdag net als Van Aert op de grond, maar vandaag lijkt hij superbenen te hebben. Hij gaat opnieuw op de Molenberg. Mes Pedersen die koers wil maken. Van der Poel zit goed mee in 4e/5e positie. Jurgensen is mee met Pedersen. Ja, dit zijn al grote namen, hè. Van der Poel zit dan wel alleen. Bij Visma Leasebike willen ze chaos creëren. Er ontstaat een nieuwe groep zonder Van der Poel. Op de Berendries gaat die groep op en over de vroege vluchters. Van der Poel laat zijn mannen werken zodat het verschil niet te groot wordt om dan de sprong te maken op de Valkenberg. En er maakt er eentje de sprong. En kijk eens wie dat is. Het is een witte. Het is hem. En in een mum van tijd is de scheve situatie rechtgezet. Al wil Pedersen druk blijven zetten. Wat is Pedersen allemaal zinnes? Ja, wat is die van plan? Aanvallen. Hij krijgt Gianni Vermeers mee als waakhond. En die twee gaan samen naar de voorlaatste keer Oude Quaremond. Van der Poel, de kopman, zit niet ver. En met een stevige versnelling gaat hij erop en erover. De rest kan daar al niet meer volgen. Van der Poel die... Maar moet hij nu al alleen doorrijden? Alleen is. Ik zou het nog niet doen. En zo denkt Van der Poel ook. Hij laat een pakketje renners terugkeren. Geen actie op de Paterberg, maar richting Koppenberg krijgt Garcia Cortina wat ruimte. En daar op de Bult van Melden wacht spektakel. Een hellingsgraad van 20% in combinatie met de natte kasseien is gelijk aan ellende. Kijk hoe glibberig de... Het is echt niet makkelijk, geloof mij. Die ketting is er toch naast gelopen. En Van der Poel is ondertussen aan zijn move begonnen, José. Dit is heel moeilijk. Niet verkijken op Garcia Cortina, want hier komt Mathieu van der Poel. Hier gaat de wereldkampioen versnellen op de Koppenberg. Jurgensen die nog even de schijn kan ophouden. En kan hij de schade beperken? Dat is de vraag. Druk op het achterwiel en dat glijdt ook weg. Opletten, want dat zou kunnen dat we daar in de achtergrond miserie gaan krijgen. En hier is die miserie al. Het is een glipperpartijtje, een glijpartijtje op de flanken van de Koppenberg. En dan zou het kunnen dat we maar met 2 of 3 coureurs boven komen. De wereldkampioen heeft een gat. Jurgensen probeert terug te komen, maar dat lukt niet meer. Van der Poel heeft al snel 1,5 minuut te pakken. De meester in actie bergop en bergaf.
Daarachter de strijd voor plaatsen 2 en 3. Teuns en Betiol lijken de betere op de laatste keer Paterberg. Ondertussen pakt Van der Poel zijn derde ronde van Vlaanderen. Bravo, chapeau, proficiat, alles erop en eraan. Teuns en Betiol sneuvelen vlak voor de finish. Mozzato is tweede, Matthews komt als derde aan. Maar hij wordt nog gedeclasseerd voor zijn sprint en zo komt Niels Pollitt nog op het podium terecht. Ja, wat vooraf gedacht werd, is uitgekomen. Mathieu van der Poel was onklopbaar. In zijn regenboogtrui reed hij solo naar de zege in de Ronde van Vlaanderen. En zijn teller staat nu op 3. Het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan bij hem, maar dat was vandaag alleszins niet zo. Van der Poel was helemaal leeg aan de finish. Het was gewoon overleven vandaag. Voor mij is dat de zwaarste ronde die ik tot nu toe gereden heb met weersomstandigheden. En, echt die laatste 20 kilometer was echt met de ogen toe bijna naar de finish. Wat een zalige slotkilometer. Je had alle tijd van de wereld om na te denken over van alles en nog wat, neem ik aan. Ja, maar ik zat zo kapot dat ik eigenlijk niet heel veel heb nagedacht. Hoe zou je het samenvatten allemaal? Ik moet nog eens nadenken wat er allemaal gebeurd is. Maar ja, vooral die regen maakte die... Die kasseiklimmen zo lastig, vooral Koppenberg was echt schuiven en slippen tot boven eigenlijk. En, boven had ik een mooie kloof gelijk, maar aan met de wind was het nog wel vrij ver alleen. Maar ik heb gereden wat ik kon. Ik moet zeggen, op het laatste was het vat echt wel af. Ik denk dat de ploeg echt fantastisch werk heeft geleverd. Op een gegeven moment heb ik gezegd... om vooral tot de Koppenberg alles samen te houden, omdat ik daar ging proberen het verschil te maken. Maar ik had eigenlijk niet verwacht om daar alleen te komen zitten. Tweede keer Quarmont heb ik voor de eerste keer doorgetrokken. Eigenlijk had ik boven daar niet echt het goede gevoel meer, maar ik heb het gelukkig nog teruggevonden. Ja, en of hij het heeft teruggevonden. Wij kunnen denk ik nu naar Oudenaarde, naar ons commentaarsduo Karel en José. Ja. Hebben jullie genoten van een nieuwe demonstratie van het fenomeen toch wel, hè, Mathieu van der Poel? Ja, ik denk het is dat je als wielerliefhebber alleen maar kunt genieten van wat Mathieu van der Poel hier heeft getoond. Hè. En vooral als je naar zijn lijstje kijkt in de Ronde van Vlaanderen. Het is zijn zesde Ronde van Vlaanderen geweest. Eerste keer vierde en daar kwam hij van heel ver na een valpartij. Maar daarna 3 keer gewonnen en 2 keer tweede. Ja, dan kan je alleen maar het hoofd buigen voor een hele grote kampioen die Mathieu van der Poel toch wel is. En daar heeft hij vandaag nog eens het bewijs van geleverd, José. Ja, en vooral onder heel veel druk. Hè. Onder heel veel druk met speciale omstandigheden. Men heeft geprobeerd... Om dingen tegen te doen. Visma Lise Bike hebben dat gedaan op een bepaald moment. Petersen heeft het gedaan met een atypische move. En uiteindelijk heeft het hij zelf gehaald. Dus voor mij blijft die prestatie bij. Ja, de druk die op Van der Poel woog blijkbaar ook op de andere ploegen. Hè? Want ze wisten, we moeten een plan B verzinnen om hem te verschalken. En sommigen zijn van veel te ver gegaan. Ik denk dan maar aan Mes Petersen. Ja, we zijn gisteravond nog in conclave effen. Ik bedoel, wij samen met Jan Bakelands en met Greg van Avermaat en met ook nog een paar andere mensen erbij. Iedereen had zijn eigen idee. En uiteindelijk, ja, wat is de moraal van het verhaal? Hè? Dat Mathieu van der Poel uiteindelijk met zijn ploeg de koers naar zijn hand gezet heeft. Ja, en de records opstapel. Dit is ook voor Mathieu van der Poel een derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Zoals ik al zei, en is daarmee mede recordhouder. Het is de zesde wereldkampioen die in zijn regenboogtrui de Ronde van Vlaanderen wint. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Ook 5 keer, de laatste 5 keer, top 2. Ook dat is een record enzovoort. Het is dus echt wel een hele grote prestatie van de Nederlander. Ja, we kunnen dat niet genoeg benadrukken wat voor een groot kampioen Mathieu van der Poel is. Even terug naar de race. Er was één cruciaal punt, toch wel die Koppenberg. Door het weer lag die er enorm glad bij en stond ineens dat hele peloton bijna te voet. Behalve Mathieu dan, maar dat is ja, ongezien toch wel zo'n tafereel. Ja, er zijn er een paar die boven kwamen. Hè. Mathieu van der Poel, Matteo Jurgensen en Mes Pedersen kwamen al rijdend boven. En daarachter was het echt wel te voet naar boven op de Koppenberg. Ja, de weersomstandigheden hebben dat in de hand gewerkt. Maar Mathieu van der Poel was ook wel zo lucide om onderweg de bandendruk een klein beetje lager te laten. Waardoor hij iets meer grip had op die Koppenberg. Dat zijn allemaal details die uiteindelijk wel een verschil maken. En
zijn ervaring als crosser? Ja, zijn ervaring als crosser, maar die details natuurlijk, die bandendruk iets minder. Ja, misschien stond bij die mannen de bandendruk wel goed van in het begin. Dus, maar het is vooral de ervaring als crosser, grip blijven houden op die weg, wat verblijkbaar voor een deel mannen moeilijk was. Ja. Ja, maar dit zijn geen omstandigheden die de Koppenberg in vraag doen stellen? Voor mij niet, nee. Nee, ja, dat kan je. Het regent, het waait, het is altijd wel iets. Ik bedoel, nee, dit is een Koppenberg is te nemen. Dat hebben de vrouwen nadien bewezen. En ook sommige van de mannen hebben dat bewezen. Dus ja, nee. Ja, ik stel de Koppenberg ook niet in vraag. Maar er zijn natuurlijk wel coureurs die een mening hadden na afloop. Als je daar te voet stond, is dat niet zo plezant. Dus hebben we een paar van die meningen verzameld. Het puntje van een Koppenberg met zo'n weer is extreem lastig. Hè? Maar ja, uiteindelijk blijft het op je plaats. Als iedereen te voet gaat, dan verandert dat niet veel. Ik moet zeggen, ik voelde dat ik het niet ging kunnen houden. En ik was heel blij dat iedereen rond mij afstapte. Dus dat kwam me dan daar wel goed uit. Zolang er niet de enige zijn, is het niet erg eigenlijk. Ik denk dat ik volgende keer met de crossbanden ga starten. Nee, het was heel moeilijk om daar boven te geraken. Toen was het allemaal uit elkaar. Ja, daar kan je er natuurlijk over discussiëren. Hè. Moet die Koppenberg er dan nog in zitten bij zo'n weer? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het nog leuk is om te zien. Alle renners die naar boven lopen. Heeft dat de wedstrijd bepaald, denk je, die Koppenberg? Ja, sowieso. Ik bedoel, als je daar naar boven kunt rijden. Ik zat heel goed geplaatst, maar ik moest helaas ook afstappen. Ik denk dat Mathieu van der Poel sowieso de beste was. Maar toch, dat is een groot verschil als je naar boven moet lopen of naar boven kunt fietsen. Die Koppenberg wordt dan natuurlijk gezegd, ja, hadden ze er wel moeten overrijden in dit weer. Wat vind jij daarvan? Ja, voor mij mag dat wel. Ja, de conclusie, die Koppenberg mag blijven, Karel en José, maar wat niet mag blijven, ja, dat zijn de boerroepers, hè, want die waren er toch ook weer jammer genoeg tijdens die solo van Van der Poel. Enkele fans, zal ik ze maar noemen, die boerroepen en zelfs met bier gegooid hebben. Ja, je kan ze niet eens koersfans noemen, hè. Mannen die dat doen. Dat is een levende schande voor de wielersport en een levende schande voor de sport in het algemeen. Jullie gaven het daarnet al aan, er worden eventueel boetes uitgedeeld. De politie gaat op basis van onze beelden proberen die biergooiers te identificeren en dan een proces verbaal uitschrijven. Dat is iets waar jij al voor pleitte tijdens de live-uitzending, José. En de boetes mogen groot genoeg zijn. Ja, die mogen voor zo genoeg zijn. Hè. Ja, geef ze dan een of ander goed doel of zoiets. Ik bedoel... Ja, dit is jammer voor de wielersport, maar ook jammer voor Vlaanderen. Hè. Wij als wielerland, wij die zo graag en zo fier zijn op die Ronde van Vlaanderen. En dan wordt dat ontzien door ja, misschien wel Vlamingen of zelfs buitenlanders. Maakt eigenlijk niet uit. Wie het ook is, het hoort niet. Ja, het zijn misschien maar enkelingen die dan te veel aandacht krijgen. Ook nu weer in deze uitzending. Maar het is wel gebeurd natuurlijk en je kan er ook niet naast. Maar ik denk dat we gewoon Philip Collier er moeten ingooien. De welgemeende en de rest... Weet je wel, hè, Tess? Ja, dat zouden we kunnen aanvullen, maar gaan we niet...